Deze beschouwing. Ik moet heel zachtjes doen. Het is 6:30 'smorgens. Het is kerstdag. En de bovenbuurvrouw slaapt nog. De koning der vrouwen. Ik zou dat wel willen zijn. Dat bedenk ik me net. Dat ik helemaal geen koning van mannen wil zijn. Dat vind ik klef. Het is plakkerig. En een koning der vrouwen zijn. Kijk, mannen. Als mannen zeggen, je bent de koning. En ja, wat wil je eigenlijk van mij? Dat denk ik dan, hè? Dan word ik koning gemaakt, want men wil wat. Ja, leer mij mannen kennen. Die hebben altijd zo'n idee. Vrouwen daarentegen, die zijn meer in het moment. Mannen, dat hele idee van samensweren, dat komt van mannen. Dat doen vrouwen niet. Want als je het hebt over samensweren, dan is het eerste wat een vrouw denkt. Ja, maar hebben we ook koffie? En koekjes? Ja, je gaat vergaderen in het geheim en er moet wel wat te eten zijn. Ja, dan leer mij vrouwen kennen. Mijn eerste vrouw, die vond ik niet aardig. Dat was mijn moeder. Ja, mijn moeder is een ongelovige vrouw. Ja, en ongelovige mensen zijn niet aardig. Er was dan toevallig een vrouw. Voor de rest. Kijk, vrouwen in mijn huis. Op afspraak. Dat is niet seksistisch bedoeld. Het heeft ermee te maken dat je in mijn huis op afspraak moet komen. En niet zomaar komen binnenvallen. Ja, mijn eigen huis. Ik heb eraan moeten wennen. Ik heb eraan moeten wennen. Zo'n moeilijk verhaal. Maar ik was eraan gehecht. Hoe moet je nou beginnen? Hoe heet dat nou? Dat je poen hebt. En dat blijkt dan uit het feit dat je een hele mooie, tevreden, uitstralende vrouw hebt. Een soort van zonnetje. En die neem je dan mee naar een restaurant. Dat die restauranteigenaar niet alleen denkt van, oh, hij heeft geld genoeg voor zijn eigen. Maar dat die hij is heel rijk. Want moet je kijken, wat een mooie vrouw. Een soort van showing off to impress the girls. Maar dan andersom. Dit heeft me zoveel geld gekost. Vrouwen. Maar die zijn duur, hoor. Heel een beetje achter. Ik heb ook uitgerekend. Ik heb €300 per... hoe noem je dat? Dat je zo'n Japanse seksdol hebt, hè? Ik had zo'n Japanse seksdol. En die kostte mij €300... per ejaculatie. Dat is duur, jongen. Moet je kijken wat de rukken kosten. Want ik kan rukken. Hè? Ik ben rechtshandig. Hè? Ik ben geen Onan. Nooit niet. Jongen, Piggy, maar rukken, dat is onaneren.
dat is niet waar. Onan moest spritsen van God. Ja, dat was anders. Dat is, je bent echt gek in je achterhoofd. Als God tegen je zegt dat je moet spuiten. En je gaat het achter de bosjes doen. Dan ben je een stommeling. Maar als je die continue lichamelijke productie hebt, hè, door je prostaat. Dat moet er wel even uit. Hè. Dan kan je weer normaal denken. Dus ik weet nog dat ik met Wim Kruidertuin in Café de Wacht zat voor een zakenvergadering. Ik had hem uitgenodigd, van, en dan kom je dan ook. En dan zitten we in Café de Wacht, dat is zo'n taartpuntje. En dan zit ik met mijn rug naar de zomerzon. Nou, Café de Wacht ligt echt heel erg mooi. Met mijn rug naar de zomerzon. En dan zie ik die ogen van Wim, zie ik zo over mijn rechter schouder gaan. Zo. Ik denk, wat is er rechts of zo? Ja. En dan zie ik die ogen van Wim zo over mijn schouders en door mijn hoofd heen gaan, alsof ik er niet ben. Hè. En dan zit hij zo over mijn linkerschouder weg te kijken. En ik denk, krijgen we nou? En ik draai me om. En loopt er een of andere mokkel. En dan zegt Wim zo, daarvoor gezegd, ja, ik kijk geen porno en ik masturbeer niet en dat soort dingen. Nee, dat doe ik niet. Nee, maar meneer zit wel even tijdens de zakenvergadering te kijken naar het vrouwelijk schoon. En ik denk, Wim, waarom heb jij je van tevoren niet even gejengeld onder de douche? En serieus, dat is echt zo. Mannen met dat geilige gevoel, weet je, dat zijn monsters. Echt waar. Je zou ze willen afslachten als varkens. Je loopt alleen maar te kijken naar je tieten. Mama, oh mama. Dus ik ben helemaal geen seksist, maar ik vind het wel logisch dat bij de kip, hè, alleen de vrouwtjes doen ertoe. Daar zit een logica in. Hè. Als je dan kijkt naar de mensen, naar hoe... Godverdomme. En dan ook dat hele gedoe met... En dat die mannen... Hè, dat hij dan zegt, nou, ik kan het bij mijn vrouw niet krijgen. Ik ga het wel kopen. Oh, man. Ik heb seks gehad. Met wat ik... die ik benoem. Als de allerbeste... harlot. Professioneel en op zijn tijden onaardig. Maar heel professioneel. Ja, met haar heb ik seks gehad. Niet dat ik het wilde. Niet dat dat tegen mijn zin was, maar... En ze zat recht om te zeuren. Ik ben ook nog geprezen door haar in de kroeg. Werd ze omringd door allemaal buitenlanders. Zo'n Koerden, Turken, Afghanistanezen. Maar ze konden allemaal een beetje Nederlands. En toen heeft ze met luide stem gezegd... dat ik goed kon neuken. Ja, hij kan het goed. En die andere gozer... Maar die is nou dood. Die heeft zich kapot gesopen, denk ik. Want die vent ging het, die was zo... En die kon heel goed beffen. En dat kan ik niet zo goed. Of
Ik kan het denk ik wel, maar... Ah, ik niet die zo'n vibrating tongue of zo, hè? Dan krijg ik echt moeie... Wat ik wel kan, is die elektra voelen. Met het puntje van je tong tegen... dan zzzt. Als een battery tester. Heb je? Als je een batterij hebt, je wil weten, zit er nog volt in... Dan moet je je vinger aan de onderkant, die platte onderkant. Heb je die bovenkant van de batterij, klitje. Dan moet je je vinger aan de onderkant en doe je zo je tong over de bovenkantje. Ja, er zit toch spul in. Nou, dat kan ik wel. Nou, ik kan een hele hoop eigenlijk. Op dat gebied dan. En dat geef ik dus niet. Is lekker van mij. En zij maar smeken. En wilde ze per se seksen. Ik zei, dat is goed, joh. En ze is heel mooi, hè. Ze heeft wel prachtige voeten. En ze is met zijn grote voeten. Ik zei, dat maakt niet uit. Dat zijn hele mooie voeten. Echt prachtige voeten. Oh, baby. Oh, als de voeten van een vrouw, hè? Oh, nee. Ik vind echt niks mooier, zo. Dus Al Bundy, hè? Van Married with Children, hè? Ja, precies. That's me. Dat is je fijnste beroep, hè? Vrouwen, schoenen. Het is als werkwoord. Het schoenen... van de vrouw. Geef de vrouw schoenen om die mooie voeten te beschermen. Ja, prachtig. En nou, dan wilde ze dan seks. Nou, oké, dan maar. Dan heb ik even overleg met mijn lichaam en dan gaat alles goed. Nou, ik haar dan klaar laten komen. Zo. Oh, hey, genoeg gehad. Hij was helemaal uitgeput en dan gingen we porno kijken. Of... toen ging ze klagen. Ja, verdorie. Jij spuit helemaal niet. Ik wil dat je spuit ook. Dit krijgen we nou. Surneus. Er kwam het moment dat ze bij mij zou komen schoonmaken. En die bitch, die kan schoonmaken. Ik werd er helemaal geil van, serieus. Zij op haar knieën door mijn woning heen. Ja, ze heeft niet alleen mooie voeten, maar ook een goede kont. En de rest ziet er ook niet ongezond uit. Nou, toen zijn er inderdaad condooms. Dat kreeg ze dan van mij cadeau. Oké, je hebt zo mooi schoongemaakt. En ja, dat was de heilige heer, hoor. De heilige geer was dat. Ja, je moet wat teruggeven. Iemand heeft je verdorie hele woning schoongemaakt. Oké, nou, dan ga ik dan nou speciaal voor jou spritsen. Een partij condooms er doorheen. Of 6 of zo, of 7. Nog een keer. Oké, omdat je zo mooi, ja, omdat je zo lief bent, hè? Ja, ja. Kijk, mijn goede nieuws, hè? Kijk, al die problemen die zijn door mannen veroorzaakt. En die moet je ook door mannen laten oplossen. Dat vind ik.
Daar moet je als vrouw echt niet mee gaan bemoeien. Vertrouwen hebben in het geheel. Oké, je bent een stoffige B. Dus men heb vertrouwen in het geheel. Laat die mannen verrekken. Stom gehaald. Pro-Trump, anti-Trump. Ga toch weg. Kijk, en heb er ook vertrouwen in dat aan onze kant, hè, de mensen zoals ik dan, hè, dat ik dan denk, precies hetzelfde van de vrouwen. En dat moeten vrouwen ook hebben. Wij moeten stoppen met ons seksisme. Wij moeten beseffen dat mannen die hebben het kut en vrouwen die houden, ze krijgen het ook voor de kloten. Het is toch hetzelfde? Dus we maken dat. Oh ja, en stop met make-up. Want dat is zielig voor de konijntjes. En dat soort dingen niet meer doen. De nieuwe mode voor de zuinige vrouw is zakkenas. Dan zie je er goed uit. En mijn aansteker is op. En altijd gaat alles fout in mijn leven. Even bijtanken. Dus ik ben de koning der vrouwen. En het gaat om die entleuzing. De final solution. Maar ik weet ook heel goed voor de vrouwen. Dat je nou heb je de man going their own way movement. Halleluja. Dan kun je even kijken welke kerel dan alleen kan zijn. Dan heb je zo'n man en die kan heel goed alleen zijn. Dan vraag je ook aan hem. Wat doe je dan zoal? Nou, zeg ik, ben alleen. Ik ben a man going their own way. Oh, wat interessant. Een beetje uithoren. En ben je wel blij? Je moet een man hebben die echt heel blij is, hè, dat hij zijn eigen gang gaat. Hè? En dan vraag je aan hem, van, heb je nou niemand nodig? Zo? Zit hij, nee. Nee, zo. Ik ben een man going my own way. Ja, vrouwen, daar ben ik lang geleden mee opgehouden. Ik heb toen berichten gezien op internet. Ik denk, nee, dat doe ik niet. Dan de afwachtend moet je zijn. Hè? Maak heeft hij een vraag? Hè? Dan vraagt hij van, heb jij zaterdag misschien tijd? Dan zeg je ja. Dat zeg je op elke, als een man een vraag stelt, hè, moet je altijd beginnen met ja. En dan zeg je voor de rest niks. Gewoon ja. Gewoon kijken wat hij doet. En niet die man beïnvloeden. Je zegt ja. Maar wat gaat hij dan doen? En is dat leuk? Is dat uitdagend? Is dat... Wat vind je ervan? Ja. En de mood die je daarbij moet hebben, is de mood van Bugs Bunny. Een what's up, doc. Dat maakt jou zo aantrekkelijk, hè? Dat je alleen maar een worteltje eet. Ja. Oh ja. Ja, wat is er eigenlijk aan de hand dan? Ja. Zo afwachtend. Openstaand, afwachtend. Gewoon kijken wat er gebeurt. Kijk, je hebt altijd je pepperspray. Hè? Ga ik ook nog uitvinden, speciaal voor jullie vrouwen.
Want er komt zo dadelijk een mobieltje. En dan heb je een heel klein... de grootte van een heel klein stiftje of zo. Hè? En dan ben je in onaangenaam gezelschap. Hè? En dan pak je je mobieltje. En dan druk je op een knopje. En even mikken. We kunnen misschien een extra hippe maken met een infrarood dingetje. Dat je ook precies kan mikken op de ogen. Maar dat je handig kan mikken en gaan beoefenen. Met crash test dummies. Dat doen we allemaal oefenen van tevoren in een gesimuleerde 3D omgeving. Dat handig werkt. Je pakt je mobieltje. Pepperspray. Ik denk dan aan een container die je 3 keer kan gebruiken. Maar als je hem 1 keer gebruikt hebt, doe er een nieuwe in. Hè? Maar je kan 3 keer schieten. 3 keer blazen. Zo. Ja, dat moet je ook oefenen, vind ik. Hoor. Dus je, kijk, een vrouw heeft een tas. Een man die heeft een jas. Maar een vrouw heeft een tas. Een man heeft geen tas, want die wordt gejat. Een vrouw heeft een tas. Want als de tas gejat wordt, dan breekt de pleuris uit. En daarom heeft een vrouw een tas. Dus ik zet mijn tas daar neer. En als mijn tas kwijt is, dan brul ik moord en brand. Daarom heeft een vrouw een tas. Een man heeft een jas. Met zakken. Kijk, je kan ook zeggen, ik wil geen tas. Je kan ook je overgeven. En dat je het meedoet. Go with the flow. Koop een tas. En dan niet zozeer voor je spullen, maar omdat jij een vrouw bent. En dat je meedoet. Ja, ik ben een vrouw en ik heb een tas. Of dat ik weet het niet, als ik een vrouw zou zijn of ik een... Ja, ik denk het toch wel, ja. Ja, weet ik eigenlijk niet. Maar ik vind het wel heel mooi. Een vrouw met een tas. Ik zelf dus bij de Albert Heijn, hè? Dan sta ik de Hannesen met mijn boodschappen, want ik heb geen tas. En in mijn jas heb ik zo'n Albert Heijn boodschappen dingetje. Zo'n wegwerpappen dingetje van plastic. Maar er zitten alweer scheurtjes in. Ik heb geen tas. Kijk, ik heb een rugtas. Dat is zo gehannes. Maar bij de Albert Heijn is het ook weer gehannes. Dan had ik nou maar altijd een tas bij me. Zo lekker, hè, als je erover nadenkt. Als vrouw dan, hè? Daar ben ik nu mee bezig, hè? Om echt vrouw te zijn. En dan gaat het je alleen maar om het moment. Zo al die verhalen over de komende staatsgreep in Amerika. Ja, jij denkt alleen maar van ja, oké. Maar als dan die staatsgreep komt, hè, is er dan nog koffie? Dat we ja, even kunnen overleggen? Of limonade? Alles laten gaan. Don't mind. Alle problemen zijn door mannen veroorzaakt. Nou, dan gaan die mannen dat oplossen. En wie wil er echte soep? Ja,
layback en relax. En laat die kinderen het werk doen. Daar ben ik ook voor, hè? Kinderarbeid. Al die vrouwen die dus kinderen van 15 helpen met fietsen. Daar moet je mee ophouden. Die kinderen die fietsen voor jou naar de supermarkt en halen het voer naar binnen. Kinderarbeid. Laten hollen, dat tuig. Ja, straks ben jij dood en dan moeten ze dat zelf kunnen. Het koningschap, hè? Iedereen is king. Het koningschap is dat je helemaal niks doet. Alleen maar toeziet. Dat is koningschap. De toezichthouder. En de rest moet zich uit de naad werken. Ja, en ik zeg jij, dat jij als vrouw, ben je bevoorrecht, hè? Met je lekkere tieten. Ja, maar als je 19e, dan is het wel zo'n beetje voorbij. Niet helemaal waar. Je moet het handig spelen. Ik vind dus wel dat... je moet het wel een beetje geoefend hebben met hoe seks moet. Tegenwoordig dan. Hè? Tegenwoordig worden er hele hoge eisen gesteld aan seks. Dat moet je wel kunnen. Dus een beetje ingetrainde vrouw qua seks. Dat is een pre, hè? Je hebt het gedaan met een dakloze. Je hebt het gedaan met een heroïneverslaafde. Je hebt het gedaan met een Surinamer. Je hebt het gedaan met een Hindoestaan en een Chinees. Dat zegt wat over jou. Hè? Dus je kan het. En dan... moet je, zoals Madonna, moet je als maagd voor de eerste keer seks gaan hebben. Like a virgin, oh, touched for the very first time. Like a virgin. Ja, zoiets, dat is de oplossing, hè? Want al die seks, want ik zie het aan mijn dochter ook. Een beetje seks hier, een beetje seks daar. En geen aandacht voor de familieomstandigheden. Gewoon een beetje doorneuken. Als een of andere verdwaasde idioot. Het zat eraan te komen, dus ja, ik klaag niet. Zo gaan die dingen. Het is helemaal niet erg. Nee, ik als vrouw. Oh, lekker. Zeggen ze dan zo, hè? Dat je als je reïncarneert, dat je als je als man geboren bent, dat je niet als vrouw kan reïncarneren. En ik vraag me af waarom niet. Dat lijkt me echt lekker. Mijn overleden vriend Gert, zo'n mannetje. Heel beroemd geworden en dan gaat hij heel vroeg dood. Zoals Elvis Presley. En die zei nog, als ik een vrouw was, dan zou ik de hele dag aan mijn tieten zitten. Kan jij je dat voorstellen? En daarom dus, hè? Is dat echt zo. Als ik nou een vrouw was, dat ik de hele dag aan mijn tieten zou zitten. Ik denk het niet. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar daar zou ik kinderen van nemen. Dus
je baby's hebt, die zitten de hele dag aan je tieten. Moet je baby's nemen. Dat zou ik doen als vrouw. Ik zou ook gaan voor 7 kinderen. Of 12 of zo. Dan heb je wel lekker de hele dag... dat er aan je tieten gefrommeld wordt. Lekker man. Oh. Ik je man vraagt van je, met hele geile ogen. Hè? Ja, ik heb zo'n kriebel aan mijn tepels. Ik wil nog een kind om... Ja, die man zegt, nou oké. Het is zo lekker als vrouwen. Laat die mannen werken. Jij hoeft alleen maar mooie tieten te hebben. Of lekkere tieten, tintelende tieten. Je moet tintelende tieten hebben. Oh, mijn tieten, die tinden, die tepels, ik heb veel meer. Een rupsje nooit genoeg. Goede kont. Om op te zitten en iedereen in de rondte te commanderen. Oh, moeders wil is wet. Dus. Als moeder het zegt, dan zullen wij het maar doen. Hè. En straks komt papa thuis. Jij mag van moeder alles doen, maar ze biecht alles op een papa. Daarna, die heeft dit gedaan, die heeft dat gedaan, die heeft dat uitgevroten. En ja, het eten staat op tafel. Het is allemaal goed gegaan. Al dat werken overlaten aan die mannen. Als je die mannen nou laat werken, dan heb jij ruimte in je stoffige kop. Om even eraan nadenken over wat jij nou eigenlijk leuk vindt. We'll make a move, make a stance. Het zijn de kleine dingen die het doen. Het zijn de kleine dingen die het doen. Die... Kijk, Mark Rutte krijg je voorlopig niet weg. En anders wordt hij opgevolgd door Ab Grapperhaus de derde. Dus op dat front valt er helemaal niks te veranderen, want dat zijn mannenproblemen en dat lossen mannen maar op. Mannen hebben toch verzonnen van de politiek. Nou, ga je gang en sla jezelf bewusteloos. Ga je gang en sla jezelf bewusteloos. Go ahead and knock yourself out. En wat is er van onzin? Al dat politieke gestem en... Ja, de paus heeft het allemaal gedaan. Ja, maar de paus bestaat niet. Iedereen gelooft dat de paus bestaat, maar de paus bestaat helemaal niet. We hebben een nep-paus. We hebben een nep-paus sinds 2000 jaar. We zijn al 2000 jaar ons op aan het kop, de kop aan het krabben. Van, maar die paus is dit, dat bestaat toch niet? Bestaat hij wel? En iedere keer bestaat hij. Maar het bestaat helemaal niet. Er is helemaal geen paus. Ja, maar ik wil wel dat er een paus is. En alle mensen lief zijn tegen elkaar. Ja, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Als ik een vrouw was, dan had ik het voor het uitkiezen. Een elektricien. Dat vind ik geil, hè? Of een automonteur. Of een goede buschauffeur. Ja. Die elke dag van zijn werk thuis komt en zegt, nou, het was weer zo leuk. Het is, ja, lekker gewerkt. Het is wat te eten, ik heb honger. En dat jij dan tegen die buschauffeur zegt van, wat vroeg je nou aan mij? En zei, is er wat te eten? En dan zeg je tegen je kerel van, nou ja, heb ik voor jou ook een vraag. Schijten beren in het bos? Bruine beren dan, hè? Kijk, witte beren niet, hè, maar bruine beren. Schijten bruine beren in het bos. Ik denk wel. En natuurlijk is er lekker eten. Oh, lekker man. Want ik heb een tijd de huishouding gedaan. Hè? Een verademing.
Dat was anderhalve werkdag in de week vakantie. Dat is mooi, man. Al die andere klootzakken. Vijf dagen in de week buffelen. En ik had anderhalve dag in de week dat ik zei tegen mijn collega, zei, je kan mijn rug op. Ik ga huishouding doen. En anderhalve dag in de werkweek. Weekend ook nog, maar... Huishouding. Oh, me. En dan kwam ik helemaal tot rusten. Je hebt zo'n territorium. Hè? En dat territorium af. Maar dat is je territorium. Dat is heel beperkt. Hè? Is je huis. Je moet het territorium af. En afmaken. Schoonmaken. Op de klok kijken. De takken, de takken, de tak. Eten op tafel. Wow, wow, wow. En dan iets met goede seks natuurlijk. Ja, ik bedoel, je lichaam wil ook wat. Ik had zo'n buurvrouw van mijn oma. Mevrouw Kers. Het was elke dag seks. Als meneer Kerst van zijn werk kwam, gingen bij de slaapkamer de gordijnen dicht. En ik vroeg aan mijn oma, ik was toen 6 of zo, 7, zoiets. Ja, oma, maar dat heel, ja, iedere keer gaan de gordijnen dicht. Daarboven in de slaapkamer bij de familie Kerst. En dan zei mijn oma van ja, dat is meneer Kers en die komt dan thuis van zijn werk. En dan wordt er eerst, gaan ze het doen. Dat is een seksuele voorlichting, hè? Van je oma. Ik ben ontzettend pro-seks, dus maak je geen zorgen. Dat is de koning van de vrouwen. Hè? Ik ben pro-seks, maar wel goede seks. Ook anaal. Voor mij, als je begint aan seks, dan is anaal ook. En oraal. En ondersteboven. En noem het maar op. Ah, sauna, seks. Lekker eten, seks. En je mosselen gaat eten. En met witte wijn en... Je kan ook denken aan pittiger dingen met oezo. Dat is ook lekker, man, met mosselen. Oh. Oezo. Nu doe je geen wijn, hè? Doe je oezo. En dan met fenkel. Geen prei, maar fenkel. Fenkel, je begint dan even over seks, hè? Dus olijfolie. En klats. Maakt niet uit. De kwaliteit doet er niet toe. Het gaat om dat luchtje. Ja, de olijfolie in de pan, een vuurtje eronder en uien erin. Dat is altijd goed. Een knoflook, altijd goed. En dan gaat lekker stinken uit je bek. En dan doe je fenkel erbij en dan... En dan moet je maar zelf even kijken wanneer je de fenkel erbij doet. Die uien, nou, moet je maar zelf maar kijken wat je lekker vindt. Een lekkere mussel van maken. En dat die fenkel moet gaan garen. Als die fenkel goed gaat. Dat je hem bijna al uit de pan kan pakken. Dat je denkt, ja, dat is wel lekker, die fenkel. Dat is anijs. Hè? Ja. En dan hebben wij de mosselen. Iedereen doet er zo moeilijk over. Belangrijk is, als je een mossel in je mond stopt, dat je als eerste even de eerste smaaksensatie krijgt. En als die bedorven is, dan in de spuugbak. Er kunnen rotten tussen zitten, maar je moet ook niet... Er zijn van die mensen die zeggen, oh, deze is bedorven, en die gooien ze weg. En daar heb je maar heel weinig over. Dan heb je heel veel fout positieve gehad, hè?
je moet het ook aandurven dat de hele meuk gaat er gewoon erin. Maar wel het zand eraf en dat soort dingen. Een beetje schoonborstelen. Ja, sommige leven nog, andere zijn, die reageren niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat ze bedorven zijn. Even ruiken. Dan koken die handel. En die gooi je dan bij dat olie en uien en knoflook en dan doormalen. En dan gaat die oezo erin. En dan een kwak heet water. Ja. Zo zou ik het doen. Die volgorde. Maar je mag het ook omdraaien. Je kan ook denken van ik doe eerst het water met oezo en dat aan de kook met. En dan. Of dat je. Ja, je moet maar even. Doe het. Kijk, als je het hebt over seks, hè? Ja, vrouwen houden toch zo van seks, hè? Dan moet je het meerdere keren doen, hè? Je doet het één keer en dat was lekker, maar dan moet je het ook nog een keer doen. Want dat was toch lekker, hè? Dus je moet het herhalen, hè? Het gaat om die mosselen. En die oezo, dat is lekker, man. En dan gaan die schelpjes, die gaan zo open. En dan zijn ze nog zo zacht, hè? Nou, die schelpjes zijn open. En ja, het ultieme is dat je elkaar gaat lopen voeren. Dat is zo sexy, hè? Dan zal ik jou voeren? En dan pak je zo'n mossel uit zo'n schelpje en dan stop je het in zijn mond. En nou jij bij mij. Goed veel suipen erbij. Van alle aphrodisiacs, alcohol is de beste. Lijkt mij, hoor. Alcohol helpt. Maar zo'n neukpartij, ja, dat kost je wel. Dat kost je 2 dagen. Eén dag voorbereiding, 10 seconden hoogtepunt en 1 dag uit. Nou, en dan gaan we weer aan het werk. Je man dan, hè? Jij niet. Jij hebt de buiten binnen. Het schijnt zo te zijn dat een vrouw een orgasme heeft gehad, dat ze dan 3 dagen lang een glimlach op haar gezicht heeft. Dat is wetenschappelijk dan onderbouwd tegenwoordig met de dopamine-niveaus. Dus een man die komt klaar en die denkt van oké, wat gaan we doen? Autoracen, karten, bergen beklimmen. Maar dat zakt heel snel weg. En bij een vrouw blijft dat langer hangen. Ja, we zijn 1 grote chemicaliënboerderij. Lekker hè, als vrouw, dat je niks te doen hebt. De feminisme moet je hier niks van aantrekken. Nog nooit heeft een overtuiging ergens toegeleid. En waarom feminisme plotseling wel? De vrouwen moeten helemaal niet werken. Vrouwen moeten lekkere konten hebben. En de blij zijn. En, ja, no woman, no cry. Maar daar moeten vrouwen zelf ook voor zorgen. No woman, no cry betekent laat de vrouwen niet huilen. En dat is ook een verantwoordelijkheid van de vrouwen zelf. Namelijk, je moet helemaal niks doen.
Je moet niks hechten, je moet helemaal niks doen. Je moet alles op je af laten komen. En gehoorzaam zijn. Dat is alles. En het geheel, ja, trek je er niks van aan. Sinds wanneer is het geheel jouw probleem? Zeide gij kinneke Jezus? Aan het kruis? Ja, morgen brengen, dacht ik. Je bent er niet verantwoordelijk voor. Dat was Christus wel. Maar jij niet. Christus is een mannenprobleem. Dus daar trek je er niks van aan. Dan moeten die mannen maar oplossen. Die zijn toch zo overtuigd? Nou, go your game. Als iedereen alles beter weet, laat me zien. Wat is dat nou? Je hebt zo'n schoonzus en die heeft teenschimmel. Hoe kan dat nou weer? Kijk, dat zijn wezenlijke dingen. Daar moet je wat aan doen. Namelijk helemaal niks. Je moet het observeren. Maar je moet er wel om geven. En het allermakkelijkste in het leven is om mensen advies te geven. Het allermoeilijkste in het leven is om jezelf te leren kennen. Dat blijft zo. En vergeef. Jij bent een sukkel en waarom moeten andere mensen dan beter zijn dan jij? Jij begreep er ook nooit wat van. En waarom verwijt je anderen dat ze dezelfde zonde hebben? Namelijk dat ze er nooit wat van begrepen hadden. Vergeef. Zoals Arnold Schwarzenegger zei, ja? Een I'll be back. Dat is het centrale thema. Hè? I'll be back. En dat is ook zo. Logisch gesproken. En jij ook. Hè? Dus alles wat jij bent, dat komt terug. Dus alles wat jij bent, komt terug. Alles wat je niet bent. En je kan op verschillende manieren terugkomen. Er is ook die manier van de hel. En ze zeggen dat dat niet leuk is. Ik vraag het me af. Volgens mij voel je helemaal niks in de hel. Het is afgelopen met jou. Dat is alles. Je bent een dode spin. Dat is alles. Zo erg is dat niet. Christus zei dat het heel erg was. Ik vraag me af hoeveel leed. Er zijn meer dingen van Christus die hij heeft gezegd. Daar kan je wat op terugzeggen. Een Christuskritiek. En een van die Christuskritieken is zijn begrip van de hel. Volgens mij is dat niet zo erg. Ik denk wel dat het de overlevende warmte geeft. Dus de overlevende hebben warmte door de hel.
Want het ging fout. Maar het is nu lekker warm. Maar die mensen in de hel, dat moet je niet... Niet denken dat het erg is. Of het is. We gaan een geldinzamelingsactie houden. Voor de mensen die in de hel zijn beland. Hé, hey, waarom? Het is toch lekker warm? Oh, burn, baby, burn. Disco inferno. Oh ja, als vrouw, ik zou leren dansen. Ik zou het dus gaan doen. Met daklozen. Ik zou met iedereen gaan dansen. En ik heb mijn pepperspray mobile. Dus ja, mij overkomt niks. Hè. You wanna fuck me? I wanna fuck you too. Ik zal het wel leren. Aan plein publiek. Dus ik zou het wel doen. Even uittesten of je echt kan dansen. Als je echt kan dansen, dan... Ja, dan een jaar is een... Als je echt kan dansen, dan krijg je ruimte op de dansvloer. Is het dat? Het werkt met elektriciteit. Hè? Elektra. Is toch vrouwelijk of niet? Elektra. Nou dan. Nietzsche heeft gezegd. De vrouw heeft de kunde tot toveren. En dat is belangrijk voor de vrouw. Dat is toch leuk? Dus jij hoeft alleen maar te toveren. Tevoorschijn toveren heet dat. Dat is zo... Management is dat. Poeh, en dan is het daar. De juiste poppetjes op de juiste plaats schuiven en afwachten. Heerlijk. Ik wil reïncarneren als vrouw. Zo'n lekker bestaan. Omringd door onwetende ezels. Al die mannen. Met zo'n geweldige ideeën. En ik als vrouw, ik zou eens kijken naar de bankrekening. Wat levert dat op? Ja, je kan wel ouwe hoeren, maar wat levert dat op? En laten gaan. En ondersteunen. En je man niet aanspreken. Je moet je man... kijk, je hebt je geheime wapen. En dat is van, als je niet naar me luistert, dan wordt er niet geneukt. Dat doet auw, jongen. Oh, man. Maar dan moet je niet te snel inzetten. Maar dat heb je altijd nog achter de hand. En die mannen, dat brein, dat werkt anders. Hè? Die zien een plaatje, bijvoorbeeld porno. Zo, en dan worden ze... Een hele goede tip. Ik hoorde het op internet. Een Surinaamse vrouw. Denk ik. Zo'n zwart jokkel. En die zei...
je man gaat slechts de deur uit. Nee, hij mag niet de deur uit. Het gaat erom, hij mag niet hongerig of geil de deur uitgaan. Dus je geeft je man te eten. Je geeft hem wat hij wil. Moet je bovenop hem zitten? Wat even een paardje rijden? Wat wil hij vandaag? Hè? Met je knieën bij je oren? Wat wil hij? Dat hij helemaal klaargekomen is. En dan mag hij de deur uit. Als hij dan nog wil dansen, dan gaat hij maar dansen. Maar zijn buik zit helemaal vol en zijn prostaat is helemaal leeg. Dan mag hij de deur uit. Oh, een lege zak. Maar niet je man met een volle zak en een hongerige maag de deur uitsturen. Dat is vragen om ellende. Serieus. Of je moet denken, daar wil ik niet aan beginnen. Dat moet je gewoon niet doen. Dan neem je geen man. Maar heb je ook geen niet die boormachine en die waterpas en die decoupeerzaag. En heb je het ook allemaal niet. En een Renault 18 TS. En vanuit de positie dat jij hebt een man gekozen en dat is jouw man. En daar zit je dan. Ja. En geloof me nou, doe erg lang over het kiezen van je man. En je hebt een aantal toyboys, dat is verder geen punt, man. Het maagdevlies is niet zo belangrijk. Het gaat om je man. Je kiest één man. Dat is jouw man. En als die man down gaat, dan ga je ook down. Dat hoort er mij. For better and for worse. Maar goed uittesten of het geen moederskindje is. Dan heb je een probleem. Niet zo'n, een man mag niet huilen. Je moet een man kunnen vertrouwen. Ik heb zo'n vriendin en die vertrouwt een man. En dat is haar man. Hij is heel hebberig. En ja. Ik hou van haar aard. Zij is oplettend. Heel snel. Weet je, bij computers, hè, heb je digitale computers en analoge. Die bestaan ook. En analoge computers zijn instantaan. Die hebben geen regentijd. Het gaat met de lichtsnelheid. Op wel 3% van de lichtsnelheid of zo. Woep. Dat is ontzettend snel. Je drukt op een knop. Dat is analoog. Dat is altijd sneller dan digitaal. Alleen beperkt. Maar bepaalde dingen, zoals integreren, dat doen analoge computers sneller. Alleen ze slijten. Maar dat doen digitale computers ook. In het analoge deel. Dus prijs jezelf gelukkig.
Want jij weet alles instantaan. Jij weet iets wat wij niet, wij mannen, niet hebben. Want jij bent daarmee opgevoed. Maar pas op, die mannen halen je in. Want ik kan het ook. Ik kan ook in het moment zijn. Alleen maar het moment. Morgen bestaat niet. Gisteren was we al lang vergeten. Het moment. Dat kan ik ook zijn. En jij ook. Niet oordelen. Alleen maar dienen. Er is geen contract tussen jou en deze wereld. Er is een contract tussen jou en de Heere Heren. What is it going to be, boy? Yes or no? Laat hem even op je inzinken. En voel die vrijheid. En dat je geen verplichting hebt aan je moeder of je vader of je... Ik hoop niet je vader. Meestal heb je een verplichting aan je moeder. En je vader, die is dan het zwarte schaap of zo. Die verplichting, die heb je helemaal niet. Ook naar je familieleden niet. Je hebt die verplichting niet. Niet, not. Mensen gaan dood, ja, dat is mooi. Methusalem, die heeft het 900 jaar volgehouden. Weet je wat Methusalem betekent? De inhoud van Methusalem. Methusalem. Met betekent dood. Dood zal brengen. En wat gebeurde er toen Methusalem stierf? Pak je Bijbel. Dood zal brengen. Dood zal brengen. Dat is het. Dat is het antwoord. Het gaat er niet om hoe je leeft. Het gaat erom hoe je doodgaat. Dus je kan zeggen, het leven is een aanloop. En dan ga je een jump maken. Dat is je dood. En dan wordt de rekening opgesteld. Dus jij bent hier op aarde als een gast in een restaurant. En alleen maar vreten en schijten. Mag ik nog een servetje? Ik heb geknoeid met de soep. Dat is jouw aanwezigheid hier. Meer niet. Relax. Maak je geen zorgen over CO2. Bemoei je niet met dat soort dingen. Blijf daarvan weg. We vragen wie er nog ettersoep wil. Of linzensoep. Wees blind. En durf het te zijn.
Durf blind te zijn. Durf toe te geven. Al die kerels die verzinnen de meest waanzinnige dingen met kwantummechanica. We hebben nou weer. Wat is kwantum voortplantende mechanica? Wat is dat? Of moet ik jou aan je piemel trekken? Laat dat los. Maak je druk over de ertessoep en linzensoep. En kijk naar buiten. Of het veilig is. Zorg voor de goede communicatiemogelijkheden. Ik heb zelf een Nokia. En je kan me altijd bellen. En ik heb al jarenlang hetzelfde telefoonnummer. En al jarenlang hetzelfde e-mailadres. Maar moet jij ook hebben. Als iemand wat jou te vertellen heeft, te vragen heeft, ze moeten je kunnen bereiken. Je bent manager. Je bent beta. Qua materie. Ze moeten je altijd kunnen bereiken, want jij bent ontvankelijk. Haar kan je altijd bellen. Ook zo'n vrouw en die werkt nou in de dakloze opvang. En die heeft dan, ja, je moet me geen privéberichtjes meer sturen over Facebook. Want die beantwoord ik niet. Ja, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je naasten jou altijd kunnen bereiken. Je naasten. Niet de idioot op Facebook. Maar je naasten. Dus je zorgt ervoor dat je telefoonnummer, dat is jarenlang al, dat is dat nummer. Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Dat die danstrek voor mijn dochter. Ik ben de koning der vrouwen. Ik weet hoe het moet. Misschien hè? Krijgen we een matriarchaat. Dat zou kunnen. Dus dat de toekomst aan de vrouwen is. Maar ik ben de koning. Op dat moment. En niemand anders. Serieus. Ik weet hoe het moet. Doei.